Hallo allemaal, allemaal super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we aan het vissen op een nieuw water. Nou, we hebben er al een keer eerder gevist, zonder succes. Ja, het is een hele lange vaart en er zitten hele sterke mooie vissen. En ja, we gaan gewoon kijken of we het leukst kunnen vangen. Zo, zie je zo. Nou, ik heb net een vis gevangen. Wij zijn nu even in de sling. Ik ga even uitleggen waar ik hem heb gevangen. Ik heb de vis gevangen op een leader van ongeveer 80 tot 1 meter. Of in ieder geval met een katrolsteen. En waarom geen ledgoor? Dit voelt beter de contouren op de bodem. Dus het gaat mooi over een takje heen en zo. En het ligt niet dan zo strak eroverheen. Het katrolsteen, dat is al. Breekt mijn lijn ergens. Alleen maar het onderlijntje. En zo voor het kopschuit. De onderlijn waarmee ik de vis heb gevangen is van Stripit 25 LBS. Een zeer betrouwbaar spul. Nou, laten we wel van bovenaan beginnen. Dus eerst begin ik met een anti-tangelsnoepje. Short. Waarom short? Anders blijft er een beetje licht in zitten en dan gaat hij omhoog. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus daarom een short. De eerste paar centimeter heb ik nog gekoten. En daaronder heb ik 3 centimeter gezet voor de betere inhaking. Als je dan nog verder naar beneden gaat, kom je bij mijn ready-made line liner, ook een piepvogel. Waarom deze en niet zo'n andere? Deze blijft gewoon goed zitten. En het is niet dat je na één keer in je boxje hebt zitten dat hij zo staat. Daaraan heb ik een superstrong coated maatje 8. Gewoon een super fijn haakje, super scherp. En daaronder heb ik een tutti frutti body met een bananenpoppetje. En dit was hem voor mij. Nou, ik heb een mooie vis. We hebben hem tot rust laten komen in de wageling. Daar hebben we ook even onze hengels opnieuw kunnen uitgooien. Het is een mooie langwerkige vis. Niet heel zwaar of zo. Maar hij is gewoon mooi. Het gaat back in. We gaan hem even wegen. Hij is een steen speciaal. Nou, we hebben hem gewogen. Nu 6 kilo's. 6 kilo's. We gaan nu 5,8 was hij. 5,8 kilo. En dan gaat hij. En dan gaat hij. Ja, op mijn top. Nou, allemaal super tof dat jullie gekeken naar deze video. We hebben een hele mooie vis weten te vangen. Niet zo heel zwaar, maar ja, toch een hele leuke sport. En helemaal punt gaat. Nou, like en abonneer voor meer. Volg ons op social media, Facebook, Instagram. En dan zien we bij de volgende video. Later.